komen, dat ik u ook even goed kan zien. Hartelijk welkom hier in het machinegebouw van de Westergasfabriek. De plek waar ambacht en conformgeving bij elkaar komt. Ik ben Nicole, samen met Daan Bouw-Borsma, eigenaar van Burgemeesterlijk. En wij zijn ontzettend verheugd dat hier, net als 2 jaar geleden, de Hester van Even Letter Design Prijs wordt uitgereikt. Ik wil kort iets over vertellen. Het is een prijs ter waarde van 10.000 euro. De prijs wordt 1 keer per 2 jaar uitgereikt. En degene die het allemaal bedacht heeft, staat hier achter mij, Hester van Even. En het is ongekend dat gewoon toch 1 vrouw van prijs in het leven heeft geroepen, een groep mensen bij elkaar heeft getrokken om dit van de grond te trekken. Dus als eerste heel graag even een applaus voor Hester van Even. Ja, voordat sommige mensen denken, oh nee, ik wist niet dat ik 10.000 euro kreeg. Het is een prijs ten waarde van 10.000 euro. Er zit ontzettend veel tijd in, zelfs van Hester. Er worden tassen gemaakt. En de winnaar gaat inderdaad mee op reis met Hester naar Italië, naar de beste leerproducenten. Maar veel meer ga ik jullie niet over vertellen. Ik vind het heel fijn dat u met zoveel mensen hier gekomen bent om naar deze prijsuitreiking te kijken. Hierbij te zijn. Ik geef u heel graag hier het woord aan Hester van Even. Nou, fantastisch dat jullie hier zijn. Ik ga niet repeteren wat Nicole al zei. Superleuk dat er zoveel mensen zijn die de tas een belangrijk deel vinden in het leven. Want dat vind ik namelijk ook. Maar voordat ik dieper inga op deze prijs, wil ik eventjes alle mensen die aan deze mensen hebben meegedaan bedanken voor hun inzendingen. Er zit zoveel werk, liefde, inzet, ploetering, gevecht achter dat ik zie dat, dat mensen al hun energie daarin hebben gestopt. Helaas, dat is altijd bij een wedstrijd, is er een jury die dat beoordeelt. En de jury is als een slager met een vlijmscherp mes. En dat is hard, maar ze zullen zijn die hun eigen tas niet zullen zien. De reden is dat het misschien op een bepaalde manier niet voldeed aan de 5 criteria waarop de jury beoordeeld heeft. Dat wil niet zeggen dat het een verkeerd ontwerp was, maar dat het net niet de punten kreeg die nodig zijn om hier op dit niveau te kunnen staan. Betekent wel overigens dat deze tassen allemaal naar het kunstcentrum Haarlem gaan, dat ze daar wel allemaal te zien zullen zijn met een fantastische verklaring en onderbouw bij de tas, waar we hier helaas geen ruimte voor hebben. Ik wil dus de inzenders bedanken. Nicole, dat zij dit zo ontzettend mooi heeft geïntegreerd in haar project Meesterlijk. Want de meesterproef afleggen is iets historisch. En dat laat zien dat wij als makers boven het niveau van de gemiddelde kunnen werken. En daarom word je ook meester. Nicole, daarvoor ontzettend veel dank dat we hier mogen staan. Hier denk ik dat het meest thuis komt. Iets over de stichting. De stichting is in het leven geroepen al bijna 20 jaar geleden, toen ik 10 jaar bestond. Met een veiling die ik had gedaan voor unieke stukken, is er een bedrag bij elkaar gekomen. En dat bedrag is in een pot gekomen, mede dankzij Sotheby's die ons daar enorm voor inhield. En met dat bedrag dacht ik, wil ik dit ambacht in het leven houden? Er zijn te weinig specialisten, Brabant loopt langzaam leeg, de lawyers zitten vast aan wetgevingen over het milieu, het is een lastig thema en toch, ik hou van dit vak, ik wil dat het ergens nog te zien blijft. Toen zijn de voorwaarden gesteld voor de stichting en dat was, laat jouw tas de prijs winnen van 30 stuks, want wat blijkt nou zo moeilijk? Je bent ontwerper, je ploetert in je werkplaats, je geniet, je vindt het heerlijk om het te doen. En je moet er opeens 5 maken, je vingers gaan kapot, de indringverf gaat te hard, te snel voor jouw tempo, dingen mislukken. En uiteindelijk ben je uitgeput en zie je in dat het heel fijn is dat je steun kan krijgen.
voor mij is het die stap geweest die zo moeilijk was. Van uit mijn atelier naar een professioneel niveau gaan. Deze kans die je nu krijgt door dit te winnen, is dat je begeleid naar de plek gaat waar jouw werk wordt uitgevoerd, waar je helemaal je persoonlijke visie ook kan doorduwen. Want je bent eigenwijs en daarom heb je dat ontwerp gemaakt. Dus je wil dat terugvinden in een productie, in een serie. Vroeger gaven we de prijs aan mensen wiens producten het mooiste van, wiens ontwerp. Inmiddels zitten we in een team, een juryteam. Ik wil ze even aan jullie voorstellen, want het zijn hele bijzondere mensen. Dat is Sigrid Ivo, directeur van het Tassenmuseum. Dat is Wim Wentholt, de enige eigenlijk toprestaurateur, reparateur in Nederland uit Amsterdam. Dan zat Nicole erin, natuurlijk kenner en ziener en liefhebber van kunst en design. Vivica van Vliet, die journalist is, kunstenaar van Haarlem, die helaas ziek is. Die heeft ook meegekeken, want die gaat de tentoonstelling voortzetten, 6 weken in Haarlem. En ik zat er ook bij. Dus die jury, fantastische mensen, maar wat ik al zei, vlijm scherp. En alleen daar leer ik van. In de huidige opzet van de stichting hebben we gevraagd of mensen een video wilden sturen waarin ze hun motivatie konden geven. Het bleek dat er heel veel mensen met leerwerken het wel leuk vinden. Het wel plezierig doen, graag op de zaterdagmiddag, maar niet echt diehard zijn. Voor dit vak moet je een gigantische passie hebben. Anders kun je het afwachten, komt het gewoon niet uit de verf. Dus we hebben gekeken wat mensen verklaarden, wat ze bewogen en hoe ze eigenlijk op dit moment staan in het leven met hun producten. Dat heeft ook op het laatst natuurlijk een invloed gehad in hoe wij de prijzen gingen toebedelen. Het was niet doorslaggevend, maar het was wel illustratief. Jullie willen natuurlijk weten hoe word ik dan beoordeeld. Wat is dan precies noodzakelijk om een prijs te krijgen? Jullie weten, kunstzinnigheid, materiaalkeuze, ambachtsniveau, originaliteit in de uitvoering van het thema, dit jaar Young Royal Grace, en de maakbaarheid van het product. Want als iets waanzinnig mooi is, maar het is onmogelijk te maken, dan helaas wordt de prijs zo hoog dat je eigenlijk iemand niet stimuleert zijn eerste opbrengst te krijgen uit zijn tas. Omdat het gewoon niet kan verkopen. Ik wil jullie daarom zeggen dat er is met man en macht gewerkt om het zo eerlijk mogelijk te doen. Om zoveel mogelijk een weerslag te geven van wat Nederland en België op dit moment doet. Want er waren vele Belgische inzendingen. Ook daar heel veel dank voor, geweldig. Daar zitten ook hele goede opleidingen. Ik wil dan ook aan de hand van deze criteria gaan naar het ontwerp wat ontzettend veel beroering heeft gegeven binnen de jury. Namelijk de eerste troostprijs. Ik loop eventjes naar het ontwerp, pak het even. De blauwe. Wensen overlaat, zoals dat dan heet. Daar kan nog heel veel van geleerd worden.
wij willen heel graag Barbara Hooy, ja, feliciteren met haar fantastische prijs. Ik zou zeggen, iedereen, zet het straks even een lantaarntje op dit leerwerk, want het, daarin is zij echt vernieuwend. En dat vinden wij heel erg belangrijk en we hopen dat je doorgaat met dit werk en heel veel succes. Ja. Ja, nogmaals, dikke doen. Ja. Woon-werkverkeer is een beetje lang. Ja, dan wordt het natuurlijk heel erg spannend. Omdat iedereen zo ontzettend zijn best heeft gedaan, is het nodig om jullie de woorden te laten horen van de jury voor de zogeheten derde prijs. De derde prijs mogen jullie, zoals jullie hebben gezien, en zoals jullie hebben gezien zijn er 3 mensen genomineerd. En werkelijk waar was het ontzettend moeilijk om daar nummer 1 van te maken. Maar het is toch, we hebben het als volgt moeten doen. Derde prijs, Paul Nijland. Blauw halfrondtasje met 3 oranje stipjes. We hebben, Paul, we zijn ontzettend blij dat jij dit hebt gedaan. En dat, ja, dat is de das. Zoals jullie zien gaan we even de criteria langs. Kunstzinnigheid. Op het oog denken we te maken te hebben met een traditioneel werkje. Vervaardigd in strak varkensleer met een leren steeksluiting. Gaan we dieper op de details in, zien we steeds meer kleine elementen die dit werkje bijzonder maakt. Niet alleen zichtbaar in de voorflap, maar ook aan de binnenzijde hebben we te maken met een doorwrochte leerbewerker die het vak kleur wil geven, zij het in bescheiden vorm. De aandacht die er aan het maakproces gegeven is, draagt werkelijk bij om het werk als kunstzinnig en royal te beschouwen. Van alle inzendingen was dit werk het meest perfect en volwassen. Door de derde prijs te geven aan dit ontwerp wilde de jury benadrukken dat dit het ambachtsniveau is waar de stichting naar streeft. Materiaalkeuze. Gekozen is voor blauw varkensleer met kleine oranje elementen aan de buiten- en binnenzijde. Materiaal dat geen versteviging vereist, dat zich prachtig laat vormen in de vorm van het kartonnen patroon, zoals je dat ziet in het kartonnen patroon. De binnenzijde is gevoerd met satijnen in melkwit en rood, dat natuurlijk doet vermoeden dat er een link wordt gelegd tussen de kleuren van het Nederlandse Koningshuis en de vlag rood, wit en blauw met wat oranje elementen. De voering zou dan ook als materiaal gebruikt kunnen worden voor een avontuur van een van de prinsesjes. Het ambachtsniveau, het is heel duidelijk dat we te maken hebben met iemand die al langer met leer werkt, die begrijpt wat de eigenschappen van leer zijn en die zich tot in het kleinste detail ambachtelijk uiteen heeft gezet. Het maken van deze vereisten is kennis die alleen voor de gevorderde is weggelegd. Het thema en de originaliteit komt tot uitdrukking in het maakwerk dat perfect is. De vorm is zelf op zich redelijk klassiek, dus daar kunnen we de originaliteit wat bescheidener in honoreren. Maar de detailleringen is eigenlijk wat dit werk origineel maakt. De maakbaarheid, deze tas scoort heel hoog op maakbaarheidsniveau. Zowel het patroon, de keuze van het leer als de voering liggen binnen handbereik van een producent. Resumé, klassieke details maken dit werk uitgesproken. Originaliteit en uitwerking thema zijn iets te bescheiden aanwezig. Goede keuzemateriaal, prachtig ambachtswerk, maakbaarheid zeer goed te doen. Heel hartelijk gefeliciteerd. Ik weet al door de filmpjes wie het is. De filmpjes. Paul, maar we zoeken nog, je mag nog uitbundiger, je mag nog verder gaan. En dat,
dat is, dat is dit een mooie prijs. Je krijgt daar nog even een bos kerstbloemen bij. Want we gaan naar de kerst. Dankjewel. Heel veel dank. Ja, nou, jullie ook voor deze kans. En, ja. Ja, wat allemaal nog gaat gebeuren. En jullie ook bedankt voor zover ze aanwezig zijn. Nou, die zijn ze allemaal hoor. Ze zijn allemaal. Hartstikke mooi hoor. Ja, en dan gaan we nu naar de tweede prijs. Er is gekozen voor een gekartoneerd en met leer bekleed doosvormig tasje dat gemaakt is uit oranje, zacht, aaibaar leer. De kubus is niet eenduidig, het heeft her en der wat ingevouwen hoeken die zowel aan buiten als aan binnenzijde te zien zijn. De gouden binnenzijde laat zich verraden door het omgevouwen hoekje aan de voorzijde, dat tevens als handgreep dient van het klepje dat toegang biedt tot het binnenleven van het tasje. Het zachte materiaal enerzijds, de stevige basis anderzijds en met name de vormverandering op subtiele wijze op onverwachte delen, tilt het tasje op tot een zeer hoog kunstzinnig niveau. De combinatie van goudkrakeleer met nieuwe kleer, dat ze het bijna laat aanvoelen als grote zwijnen, zoals je het vroeger noemt, plus de gouden ketting, laat zich heel mooi volgen bij jonge draagsters. Het goud dat een beetje spurend aanvoelt, het leer, doet op verdekte wijze vermoeden dat het leven van een prinses niet altijd over een rijen dag zal gaan. Deze verwarring geeft interessante associaties. Het ambachtsniveau is duidelijk te zien. Er is een groot verlangen om daar goed in te zijn. Ze beheerst niet alleen het mooie stikken, maar lijkt als een timmerman het bouwen van objecten meester te zijn. Want alles valt en staat bij goede steun in het binnenwerk, wat de kijker niet eens te zien krijgt, maar wat zeker als basis moet dienen om een dergelijk draagobject gestalte te kunnen geven. Dat daar veel aandacht aan besteed is, is in één ogenblik te zien en te voelen. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de tas wat zwaar geworden is voor een jonge prinses. Dit prachtige tasje dankt haar originaliteit aan de relatief strakke ontwerp, de surrealistische vouwen, de wijze van sluiten en openmaken, de twee werelden van binnen en buiten, met natuurlijk het altijd onmisbare spiegeltje, de mooie oplossing om de deuk te maken waar de heup het kubusvormige object ontmoet, waardoor het organisch tegen het lichaam valt. Het tasje bestaat uit vele onderdelen die alle voor zich zijn verstevigd, omgeboekt, gestikt en weer geplakt. Deze techniek zoekt naar een wat lichtere oplossing om de tas stevig, strak gevormd en draagbaar te maken. Dat is zeer wel mogelijk, maar is in de wereld van de tassenproductie in Europa niet heel gemakkelijk te vinden. In Azië overigens wel. Resumé: hoog kunstniveau, verrassend, prachtige uitvoering, mooi prinsessentasje. Iets moeilijker maken. Wie gaan wij hiermee feliciteren? Ja, geef het weer. Karen van Brand uit. Ja. Het oranje tasje is dus daar te zien. Jij krijgt ook een bloemen en ja, fantastisch. En wij hopen dat je Nederland blijft verrassen. Okay. Met alles wat je doet. Echt heel erg bedankt. Ja, nou, je krijgt dit als rapport. En wij verwachten heel wat. Okay. Heel erg gefeliciteerd. Ja, en dan kunnen wij eigenlijk nu al op de kubus zetten. Het prachtige werk van de eerste prijs, wat geleverd is door Tessa Streef. Ja, kijk, Royal Blue, vierkant. Zilverkleurige elementen. Jullie zien het. Tessa, ik weet even niet waar je staat. Oh, daar. Heel erg gefeliciteerd. We willen heel graag toelichten waarom wij vinden dat jij eigenlijk
de winnaar, dat jij de winnaar bent. Goed. Zeer kunstzinnig, een kroon van een werkje. Buitengewoon verrassend werk dat meteen door het oog gegrepen wordt. Leerwerk op een wijze dat we niet eerder zagen. Een klein fijn object dat de oog dwingt tot nadere beschouwing. Want hoe is de samenwerking tussen het leer en het metaal tot stand gekomen? En waarom lijken deze twee zeer contrasterende materialen zo prachtig verbonden met elkaar? Is het de verfijning van de geometrische lijnen die gevormd worden door het materiaal? Is het de constructie van het hangende leren tasje in het prachtig gesneden zilverkleurige bruggetje? Vele vragen roepen zich op en het object kan uren in de hand gedraaid worden om antwoorden te krijgen. Een betoverend objectje dat werkelijk een kroon verdient. Er is gekozen voor een combinatie van leer en metaal. Edel, vernieuwend en ijzersterk. Het metaal dient als draag- en sierconstructie van het ontwerp. Optisch heel interessant omdat je niet weet of het metaal op of onder het leer is aangebracht. En of de leren onderdelen aan elkaar gestikt zijn of dat het allemaal losse onderdelen zijn. De kleur blauw in combinatie met zilver is een verfrissende kijk op het koninklijke traditionele kleurcombinatieleven. Daar waar je goud in dit thema zou verwachten, heeft de maakster gekozen voor zilver. Dat is lef en hoort meer in de design dan in de traditionele koninklijke wereld. Bij het zien van dit zachte vierkante tasje met panelen gesneden alsof je naar een glas in loodraam kijkt, ga je onmiddellijk wankelen op twee benen. Is dit snijwerk met hand gedaan of is er een lasersnijder aan te pas gekomen? Met name hierdoor vraagt het object om nadere bestudering. Het metaalwerk lijkt op het eerste gezicht met de hand gezaagd, maar lijkt door haar verfijning bijna gelaserd. De producent die dit vorstelijke ontwerp zal gaan uitvoeren, zal vermoedelijk ook in de leer moeten gaan bij Tessa zelf om deze perfecte afwerking te krijgen. Het is Tessa volledig gelukt om trouw te blijven aan het thema van Young Royal Grace. Maar ze heeft ook laten zien dat jong strak kan zijn. Dat royal zit in de verfijning en de vernieuwende techniek. En Grace zich kan uitdrukken in de bijna zwevende constructie van een heel representatief tasje van een meisje tussen 12 en 16. Zoals koningshuizen vroeger ook kunstenaars aan het hof vroegen om een hele bijzondere nieuwe uitvoering van een kunstopdracht te maken, zo ziet de jury dit werk ook als iets heel erg vernieuwends. Tessa presenteert deze tijd op een hele poëtische wijze aan het koningshuis aan. De tas is op zich eenvoudig van vorm. Die zal dan ook eenvoudig te maken zijn. Het is de detaillering en de eigen techniek van leer in combinatie met metaal die van dit werk een hoog standje van het ambacht maakt. Hierbij zal er een bijzondere samenwerking vereist moeten worden gebracht tussen maakster en de producent. Dat voor beide een uitdaging zal zijn omdat we naar Italië gaan. Een sierlijk edel ontwerp waar elke prinses op stap mee wil gaan. Een prachtig tasje om uitgedast op de televisie te komen. De combinatie van vorm, materiaal en relatie tot een prachtige snijwerk geeft de tas een hele begeerlijke strakheid. Resumé, zeer kunstzinnig fijn object, accent gelegd op elk detail, verdient werkelijk een kroon, prachtige combinatie van materialen, vernieuwend, verrassend en jong, uitdaging voor een producent. Heel erg. Dus ik zou zeker het rondje blijven lopen. Blijf kijken naar het werk van Tessa. Tessa, had je dit verwacht? Nee, niet echt. Nee? En ben je er klaar voor om werkelijk deze tas in 30 fout te maken? Ja, dat zeker. Ja. Nou, dan beginnen we met een bos bloemen. Hier, voor jou. En ik nodig iedereen uit lekker een glaasje te heffen op deze fantastische werkers, op de winnaars, op de eerste prijswinnares en eigenlijk op het hele fenomeen
wat we creëren hier met het ambacht hoog in het vaandel te houden. Hartelijk dank. Neemt u allemaal, komt u allemaal even lekker langs. We hebben hier bubbels die aangeboden worden. Ja, dat is een foto wel. Heel leuk.